Dus die draagmoederschapsovereenkomst raden wij wel aan dat die ouders, wensouders, draagmoeders, dus een beetje de juridische ouders, biologische ouders, het loopt allemaal wat door elkaar natuurlijk. We raden dat wel aan om dat op te maken. Waarom? Omdat je door zo'n overeenkomst, het heeft geen juridisch bindende waarde. Dus misschien dat we het dan beter kunnen omschrijven als een intentieverklaring. Als er iets misloopt, kan je niet naar de rechtbank gaan en eisen dat die overeenkomst wordt nageleefd. Maar je gaat wel, alle partijen gaan eens nadenken, vooral over wat als het misloopt. Het is niet leuk om daarover na te denken. Dat is zo over een huwelijkscontract. Dat is zo als je je begrafenis moet regelen. Dat is ook zo in deze. Dan ga je even kijken wat als een van de partijen gaat scheiden, wat als een van de partijen gaat overlijden, wat als er een ernstig probleem is, medisch, bij het kind of bij de moeder. Daarbij staat het zelfbeschikkingsrecht van de draagmoeder buiten kijf. Zij mag ten allen tijde de zwangerschap beëindigen als zij meent dat het in het belang is van het kind of natuurlijk in haar eigen belang, als er medische redenen voorhanden zijn. Maar ook heel praktisch. Willen jullie als wensouders aanwezig zijn bij de bevalling? Welke testen moeten er gebeuren? En welke kosten worden er vergoed enzovoort.